Sportbedrijf AGB voert het gemeentelijk sportbeleid uit van de gemeente Beersen. Daarbij verzorgt zij de exploitatie van twee sportaccommodaties, de Pegger in Vlimmeren en als grootste publiekstrekker het sportcentrum met zwembad in Beersen. In 2016 hebben we als AGB veel bereikt, ontwikkeld en ondernomen. In Vogelvlucht nemen we je mee door ons jaar 2016. AGB Beersen heeft een drieledige visie. 1. Het optimaliseren van de exploitatie van de gemeentelijke sportinfrastructuur. 2. Zoveel mogelijk inwoners en werknemers binnen de gemeente aanzetten tot permanente sportbeleving. En 3. Investeren in een maximale clustering van sport- en recreatieproducten. In 2016 hebben we verschillende zaken gerealiseerd. Voor sportinfrastructuur werden de eerste stappen gezet voor de renovatie en nieuwbouw van het sportcentrum. Dit jaar werd er voor de eerste keer het After Work sportevenement georganiseerd en liepen de Star 2-programma's succesvol verder. In het zwembad werd er heel veel tijd geïnvesteerd in de nieuwe leerlijn zwemmen. In overleg met Team at Work werd een gestandaardiseerd poetsprogramma uitgewerkt en ingevoerd. Onze sportpromotie zet Beersen in beweging met een waaier van verschillende sportactiviteiten. Sportweken, Halloweenrun, seniorensportdag, dansshow zijn maar een paar activiteiten van ons zeer uitgebreid sportaanbod. Onze inwoners weten onze activiteiten goed te vinden. Naast stijgend aantal deelnemers voor de sportkampen hebben we in onze lessenreeksen maar liefst 1300 deelnemers, waarvan de helft inwoners zijn van Beersen. 2016 was een belangrijk jaar met de hervorming van onze zwemschool. We slaan een nieuwe weg in met de focus op veiligheid en leren overleven. Ook zetten we sterk in op digitale beleving en maakten we een prachtig filmpje over de nieuwe manier van werken in de zwemschool. Met meer dan 3000 deelnemers in de zwemschool zijn we uitgegroeid tot een van de grootste zwemscholen van Vlaanderen. Ons zwembad is een recreatieve trekpleister in de regio met meer dan 160.000 bezoekers per jaar. Helaas hebben we in 2016 een lichte terugval gekregen van onze dagbezoekers. Maar met de uitbreiding van de gemeente Lill als bevoorrechte partner voor het schoolzwemmen steeg dit aantal fors. In 2016 wisten onze sportverenigingen en bezoekers de weg naar onze sportaccommodatie goed te vinden. Naast stijgende bezettingsgraad van het sportcentrum in Beersen steeg de bezettingsgraad in de Pegger in Vlimmeren met maar liefst 15% ten opzichte van 2014. Volg ons net als zoveel anderen op Facebook of Twitter. En als je meer wilt weten, kijk dan op onze website voor het uitgebreid jaarverslag. Beersen heeft een passie voor sport.